En nu begrijp ik de vraag. Ja. Yes! Wat zijn uw taken zoal? Stop. Ik denk de telefoon opnemen. 100% zeker weet. Yes! Mijn naam is Erik van den Broek. Ik ben lijsttrekker van de SP. Ik ben 46 jaar, geboren en getogen in Bokstel. En wij gaan voor een sociaal Bokstel. Welkom bij het programma Kies, met vandaag meneer Van den Broek. Welkom meneer Van den Broek, leuk dat u hier bent. Nou, alvorens wij de politiek induiken om wat thema's te bespreken, vinden we het belangrijk om ook de mens achter de lijsttrekker wat beter te leren kennen. En daarvoor hebben we u gevraagd of u een filmpje zou willen toesturen, een persoonlijk filmpje. Dat mag over alles gaan, behalve over de politiek. Dat hebt u gedaan en daar gaan we eventjes samen naar kijken. Oké. Ja mensen, hier gaat het zo dadelijk dus gebeuren allemaal. Ik heb niet al te veel publiek deze ochtend, want het is ook nog heel erg vroeg. Maar deze trits aan apparaten, daarvan ga ik zo dadelijk denk ik de afschrijvingstermijn wat bekorten. Want die krijgen het zo dadelijk heel zwaar te verduren. Een filmpje in de sportschool. Ja. Is het voor u hobby of noodzaak? Beide eigenlijk. Beide? Ja, ik heb altijd heel erg veel gesport. In het verleden altijd gevoetbald. Jarenlang ben begonnen bij BOK. Daar heb ik eigenlijk vanaf de jeugd gespeeld. Altijd veel aan sport gedaan en ik op een gegeven ogenblik gestopt. En eigenlijk veel te zwaar geworden en daardoor ben ik weer opnieuw begonnen met sporten. Maar ik doe het heel fanatiek. 4-5 keer in de week en nu in de sportschool. Ik denk als mensen mijn Facebook een beetje volgen, dan weten ze dat ik heel erg veelzijdig ben in van alles wat ik leuk vind. Ik hou heel erg veel van muziek. Ik ga regelmatig naar concerten toe. Sporten hou ik van om zelf te doen. Maar ik ben ook een supporter van Ajax. Ik ga altijd elke thuiswedstrijd kijken bij Ajax. Ik hoor u Ajax zeggen. Word je daar populair mee in het zuiden hier? Nou, bij heel veel mensen niet. Want hier wonen natuurlijk heel erg veel PSV-supporters. Overigens ook heel veel Feyenoord-supporters. Daar ga ik overigens heel erg goed mee om. Want we maken ook grapjes naar elkaar toe. Zo hoort het ook te gaan, denk ik, in de sport. Het is de belangrijkste bijzaak van de wereld, wordt wel eens gezegd. Ja, dat klopt ook wel. Dus ik neem dat ook vaak wel een beetje met de korreltjes uit. Nou, het is duidelijk. U bent er heel enthousiast over. Ja. Ja, u bent heel actief als ik u zo hoor. Kunt u dat nog combineren met de politiek? Ja, het zijn natuurlijk ook momenten van ontspanning waar ik het over heb. Ja. Zelf sporten, sport kijken, naar muziek gaan. Maar ik probeer dat wel altijd goed in te plannen, want het is inderdaad een druk bestaan met vele uren in de vergaderruimtes. Ja. Daar krijg ik ook wel energie van, maar dan is het goed ook om echt af en toe wat momenten te hebben dat je ontspanning hebt. Dus ik probeer dat ik echt altijd wel in te plannen. Ja, nou duidelijk. Dan gaan we naar het politieke stukje van dit programma. U heeft de afgelopen 4 jaar bent u heel actief geweest in de politiek, hè? Ook als wethouder. En ik ben benieuwd hoe u terugkijkt eigenlijk op de afgelopen 4 jaar. Ja, dat is heel positief. Ik moet zeggen, ik heb hiervoor altijd in het personeelswerk gezeten. Dat is eigenlijk mijn eigenlijke beroep. Maar ik moet zeggen, het wethouderschap, dat vind ik de leukste baan die ik tot nog toe heb gehad. Ook omdat ik het kan combineren met mijn idealisme. En omdat je als wethouder midden in de maatschappij staat, de contacten met mensen, ja, daar krijg ik met name veel energie van. Ik ben geen wethouder die van achter een bureau werkt. Probeer ik zoveel mogelijk buiten het gemeentehuis te zijn met allerlei activiteiten. Ja, daar vind ik het leuk. Daar vind ik het leuk aan het wethouderschap. Dus ja. De contacten met mensen, de gesprekken die ik voer, huiskamerbijeenkomsten, dat zijn de dingen waar ik echt energie van krijg. Ja, nou, duidelijk. Ik lees in uw programma dat u zegt, we hoeven niet te twijfelen aan de fietstunnel. Waarom niet? In die hele discussie rondom het verkeer in Bokstel, daarvan hebben wij altijd gezegd, dat is een hele moeilijke discussie, omdat het bedrijventerrein nou eenmaal ligt waar het ligt. Mm-hmm. Als je een volwaardige autotunnel zou maken bij de dubbele overweg, ja, dan leg je ontzettend veel druk op de achterliggende wijk daar. En ik denk in een totaalscala aan verkeersmaatregelen die je nu
waar nu de besluitvorming over heeft plaatsgevonden, is denk ik ook die fietstunnel de enige haalbare waar ook nog voldoende veiligheidsaspecten in zitten. Ja, ik snap niet helemaal wat u bedoelt met dat u druk gaat leggen als u een autotunnel gaat plaatsen. Of heb ik dat niet helemaal goed begrepen? Ja, als je een autotunnel op die locatie plaatst, dat trekt autoverkeer aan. En dan met name de Baroniestraat, verwacht ik dan van, dat die heel erg zwaar belast wordt. Ja. En dat is een heel kwetsbaar gebied, omdat daar bijvoorbeeld ook een school aan ligt. Ja, duidelijk. Wat vindt u van de argumenten die... Want er zijn een aantal partijen en die geven aan, nou, wij zijn toch echt wel voor een autotunnel. Wat vindt u van de argumenten die ze aangeven, van die tweedeling van Boksel? U ziet dat niet zo. Hulpdiensten, langere bereikbaarheidstijden, dat ziet u nu ook niet als een probleem? Nee, want de fietstunnel die wordt gereed gemaakt of die wordt geschikt gemaakt voor hulpdiensten. Ja. En het autoverkeer kan heel goed via de Keulse baan ontsloten worden. Oké, nou duidelijk. Iets anders. Een beetje een wat bredere vraag. Wat zijn op dit moment de grootste zorgen die u hebt als partij als je naar Boksel kijkt? Nou, wat wij het allerbelangrijkste punt vinden is dat Boksel sociaal blijft. We hebben natuurlijk afgelopen jaren te maken gehad met decentralisaties. Dat betekent eigenlijk dat de gemeente meer taken op het gebied van sociaal beleid erbij heeft gekregen en minder geld. Ik denk dat we dat op een hele ruimhartige manier in de afgelopen jaren hebben vormgegeven. Maar daar ligt voor ons nog wel een heel erg belangrijk punt. Dat met name kwetsbare groepen, mensen die in financieel kwetsbare posities zitten, dat we daarvoor in de bres schieten. Wat ga ik concreet doen dan? Ja, oppakken van armoedebeleid. We hebben recentelijk een beleidsplan afgesproken waarbij meer mensen gebruik kunnen maken van armoederegelingen. Nou, dat soort maatregelen die zullen we naar de toekomst toe nog meer moeten gaan nemen. Ja, dat is de grootste zorg, of een van de grootste zorgen die u op dit moment hebt. Ja. De SP is een landelijke partij. Is het makkelijk om een brug te slaan tussen het landelijke beleid en de plaatselijke problematieken? Ja, het voordeel van een landelijke partij is natuurlijk dat je gemakkelijk ook contact op kunt nemen met de Tweede Kamerfractie en daar allerlei informatie kunt halen. Dus daar hebben we denk ik ook wel een groot voordeel bij. Wat bedoelt u voor informatie dan? Ja, informatie vanuit de landelijke politiek, overwegingen die spelen bij de landelijke politiek. En we hebben ook direct een stem richting het landelijke niveau. Voor dingen die niet werken op lokaal niveau bijvoorbeeld, die we ook direct kunnen doorgeven aan aan de landelijke partij. Dus dat is ook wel een voordeel van het werken met de landelijke partij. Ja, maar ik snap dat je die signalen kunt geven. Hebt u ooit in die hele tijd ervaren dat u er daadwerkelijk echt een voordeel aan hebt hebt gekregen, zeg maar? Dat u of een informatiestroom hebt teruggekregen of dat u juist een signaal hebt gegeven? Nou ja, ik noemde net al de decentralisaties op het gebied van sociale domein. Er zijn toch een aantal punten met betrekking tot bijvoorbeeld de budgetten die wij krijgen om mensen met beperkingen weer terug naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Die zijn erg beperkt, die budgetten. En dat leidt er vaak toe dat gemeentes daar geen aandacht aan besteden. Wij proberen daar in Boksel toch concrete projecten van de grond te krijgen. Maar op het moment dat ik zie dat die budgetten beperkt zijn, dan is dat ook wel voor mij het moment om een signaal te geven aan de landelijke politiek. Ja, duidelijk. Een van uw doelstellingen is de bewoners goed betrekken bij de besluitvorming. Dat gaf u er straks ook even aan. De kennis en ervaring maximaal benutten. Hoe pakt u dat heel concreet aan? Ja, eigenlijk verschillende voorbeelden. Dat varieert. Op het moment dat ik een vraag krijg, ja, dan stap ik op de fiets en dan ga ik naar mensen toe. Dus dat is zoals ik werk. Maar ik heb in de afgelopen jaren ook heel veel gewerkt met huiskamerbijeenkomsten. Die zijn ook best bekend geworden in Boksel. Ik neem dan het gebak mee en de bewoners in de wijk die zetten de koffie en de thee klaar. En de mensen in de wijk nodigen dan ook andere mensen in de wijk uit. En dat zijn heel wat laagdrempelige manieren eigenlijk om zodat mensen hun zegje kunnen doen. Dat is één manier die ik heb opgepakt. En daarnaast heb ik in de afgelopen jaren heel erg veel gewerkt met klankbordgroepen. Met mantelzorgers, met vrijwilligers, met senioren. En dat doe ik eigenlijk omdat je in het verleden zag dat wethouders en bestuur vaak om de tafel zat met professionele organisaties. En ik zeg altijd, we moeten vooral gebruik maken van de mensen zelf. Ervaringsdeskundigen en dus proberen ook met mensen zelf in gesprek te komen over, ja,
Nou. Beleid wat wij hebben uitgezet en beleid wat moet worden ontwikkeld. Kunt u een voorbeeld geven, of misschien een aantal, kort, waarvan u hebt gezegd, nou, door die klankbordgroepen weten we nu iets wat we voorheen niet wisten. Of wat we nu doen, wat we voorheen niet deden. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld, als het gaat om mantelzorgers, die zijn er zo'n 6000 als we afgaan van landelijke cijfers in Boxtel. Mm-hmm. Er waren er 600 bekend in Boxtel. Nou, die klankbordgroep die is zelf aan de slag gegaan, ook met het organiseren van een aantal bijeenkomsten. Bijvoorbeeld in het kader van de mantelzorgwaardering. En die heeft ertoe geleid, die activiteiten, die hebben ertoe geleid dat wij op dit moment al bijna 1300 mantelzorgers in Boxtel in beeld hebben. Dus een verdubbeling van wat wij eerst in beeld hadden. En dat zijn dus veel meer mensen die we kunnen begeleiden in de sfeer van opleiding, vorming en training. Die we kunnen faciliteren met allerlei regelingen. Dus dat is een groot voordeel voor mantelzorgers, dat er meer bekend zijn. Nou, dat is eigenlijk een van de directe dingen die wij tot stand hebben gebracht met die klankbord. Ja, nou ja, duidelijk. En zou u dat graag wat breder willen zien? En dat de hele politiek dat wel gewoon wat meer gaat doen? Overal klankbordgroepen? Ja, als ik ergens trots op ben, eigenlijk vanuit het totale college waar ik onderdeel van uitmaak, is dat we op allerlei manieren wel hebben geprobeerd om mensen te betrekken. Met klankbordgroepen, met huiskamerbijeenkomsten, maar ook met andere manieren van inspraaktrajecten. We hebben beginspraak gehad, hè, met een leeg blad naar bewoners toe gaan. Dus ik zie dat breed ook door mijn collega's wordt opgepakt. En dat vind ik eigenlijk heel erg goed en een hele positieve ontwikkeling. Ja, nou ja, duidelijk. Ja, we gaan naar een ander onderdeel. We hebben een vraag voor u van een collega-partij in de gemeenteraad. Heeft u een voorkeur voor een partij waar u zegt, nou, zou ik wel leuk vinden om daar een vraag van te krijgen? Nou, een van de oppositiepartijen zou dan wel een aardige zijn. Zeker. Nou ja, ik heb er hier een met elkaar staan, hoor, maar ik was benieuwd of u daar een beeld hebt. Nee, in dit geval is het PvdA GroenLinks. Mm-hmm. En dit is een vraag. Wat doet de SP als blijkt dat voor onze energiebehoeften alleen gigagrote windturbines in het buitengebied de oplossing kunnen bieden? Ja, wij hebben altijd gezegd, we moeten kijken naar de mogelijkheden van windenergie op de Boxtelse maat. Ja. Wij zien wel wat nadelen aan die hele grote windturbines. Omdat je volgens mij ook moet kijken of dat het wel past bij de Boxtelse schaal. En er zijn volgens mij ook nog wel wat nadelen die vanuit landelijk onderzoek aan de orde zijn bij dat soort grote windturbines. Dus wij hebben er recentelijk ook een aantal vragen over gesteld. Mm-hmm. Althans, onze fractie heeft er een aantal vragen over gesteld. Waarbij we hebben gezegd, mochten die grote windturbines aan de orde zijn, zorg er dan wel voor dat er in ieder geval goed onderzoek wordt gedaan, ook naar de nadelige gevolgen van die windturbines. En zorg ervoor dat op het moment dat het aan de orde is, dat het altijd in samenspraak met bewoners wordt opgepakt. Ja. De standpunt is er eigenlijk nog niet zo'n beetje, hoor ik. Het is vooral van, ja, goed kijken op het moment dat het daar is. Dan moeten we een onderzoek doen. En welke nadelen denkt u overigens aan? Geluidoverlast en de vogels die overvliegen, die heb ik ook wel eens ooit gehoord? Ja, nou ja, je noemt denk ik twee duidelijke nadelen die ook vanuit landelijk onderzoek zijn gekomen. En ik denk dat het goed is om dat soort aspecten te onderzoeken. Ja. Goed. We hebben een ander blokje en dat hebben we het kiesmoment genoemd. Wat houdt dat in? Ik ga u zo meteen een aantal vragen voorleggen. En die vragen die mag u alleen met een ja of een nee beantwoorden. En u mag op het einde, mag u op één van die vragen die ik u stel, mag u nog een toelichting geven. Dus het mag er maar eentje zijn. Is dat helder? Ja. Nou, dan gaan we eens eventjes erbij nemen. De eerste. Mag geld dat bestemd is voor een bepaald doel, bijvoorbeeld WMO, ook aan andere doelen worden besteed? Nee. Mogen de gemeentelijke belastingen de komende jaren worden verhoogd? Ja. Is het huidige jeugdbeleid in Boxtel het beste wat we in deze tijd kunnen waarmaken? Nee. Mag de burgemeester van Boxtel naar Best verhuizen? Nee. Is Helene van As in Boxtel de mooiste politica? Mag ik die passeren? Mag een toelichting geven? Je moet ja of nee zeggen. Ja. Ja. Dat waren de vragen. Nou, u mag er eentje uitzoeken. Waar wilt u graag een toelichting op geven? Ja, dan moet het toch die van Helene van As zijn. Dat voel ik natuurlijk een buitengewoon ongemakkelijke vraag.
alle politici zijn mij even lief, zowel de heren als dames. Dus daar valt eigenlijk geen ja of nee antwoord op te geven. Nee, nou ja, dat is duidelijk. Ja, we gaan afsluiten. En ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Er komt echter nog één kort onderdeel. En dat onderdeel, ja, daar hebt u eigenlijk alle vrijheid. Zometeen mag u zelf nog eventjes de camera pakken. En dan mag u een halve minuut, dat houden we ook exact bij, zeggen wat u wilt. Dat mag als u denkt, god, die stelling die ik net heb gekregen, daar wil ik graag toch nog even iets over zeggen. Dan mag u dat ook doen. En anders ja, mag u ook nog iets van uw eigen partijprogramma gebruiken. Dus het is helemaal aan u. Okay. Ik wil ook de kijkers hartelijk danken voor het kijken naar dit programma. En ik zou ook vooral zeggen, ga ook vooral stemmen. En van nu zou ik zeggen, pak de camera. Op 21 maart mag u weer uw stem uitbrengen. Ga stemmen. En stem op de SP. Dat is de grootste garantie dat Boxtel een sociaal gezicht houdt. En ik wil weer wethouder worden en hoop als wethouder dat te kunnen waarmaken. Mag korter dus. Ja. Oh, ja.